Goedendag en welkom bij weer een nieuwe aflevering op de Pirkanveldmap. Aflevering 15 alweer. Hartstikke hard zo. We zullen alweer zo ongeveer halverwege deze serie zijn. Nou, we moeten even verder met wat we aan het doen waren. Eigenlijk was deze video was voor vrijdag, maar ik had wat technische problemen. Ik had wel al een filmpje opgenomen, maar het geluid was waardeloos. Het viel onder 4 seconden helemaal weg. Daar kon ik helemaal niks mee. Dus bij deze mijn poging 2. Wat gaan we doen? We gaan de vorige keer waar we hier begonnen met Inside van de sojabonen. Op cosplay, maar ik was natuurlijk vergeten die cosplay route op te slaan. Ja, niet zo'n ramp. Maak me dat zelf even af. Hij hoeft er maar een heel klein stukje. En dan is op veld 19 is die schijfmerk nog aan de gang. Als die klaar is, dan kan daar de marge in. Hier aan de overkant van dit veld. Ja, groeit de marge al. En we hebben vandaag wat nieuws. Want ik heb de kassen erin zitten. Daar gaan we straks eerst een merk naar gang. We gaan best rijden. Dus in die kassen neem ik. Ik heb er 6 stuks. We hebben volgens mij tomaten en meloen. En weet ik veel wat we allemaal niet hebben. Dus daar willen we straks ook eens in mee aan de slag. Ja, weer nog even een klein tipje en dan is dit ook klaar. Ik heb inmiddels weer een kleine upgrade in mijn PC. Ik had altijd een externe SSD schijf. Ik heb er nu een interne SSD schijf in zitten. En hoop ik dat het opnemen allemaal nog een beetje beter gaat, een beetje sneller gaat. Want via die externe op USB 2, heel technisch, maar dat gaat allemaal net niet snel vanaf. Dan maar even zo. Nou, en ik heb natuurlijk een nieuwe muis. Voor degenen van jullie die Emu's ook een beetje volgen. Die hebben mee kunnen kijken dat Emu's heeft zijn muis verkocht aan mij. En hartstikke mooi, vorige week zondag zaten bij Wolf in de stream. En ik zal een poosje denken over een nieuwe muis. Dus ik denk van, laat ik de experts even vragen, want wat is een goede muis? Nou, toen kwamen ze ermee aan dat zo'n Rocket EMP is wel een goede. Nou, dat klopt wel, daar had ik wel ongeveer in gedacht dat dat wel een goede kon weten. Dit is een EMU's van Wojtje 2 Dansen. Nou, tegen in orde, dus we hebben wat mailtjes heen en weer gestuurd. Prijs bepaald, ik heb ding betaald. EMU's heeft voor zichzelf een draadloze besteld. En hij heeft me dat ding van de week opgestuurd. Dus ik heb afgelopen week een mooi doosje ontvangen. Met de muis erin en een paar stickers erin. Hartstikke netjes, EMU's. Bedankt voor jouw muis. Ik denk dat we er nog wel een boel plezier van gaan hebben zo. Ja, dat dus. Dit is klaar. Ik kan het ding uitzetten, inklappen en dit gaat hier weer naar de boerderij. En dat weer gaat. En dat ding moet direct maar even schoonmaken. Moet ik toch ietsje meer doen. Wordt zo snel vergeten. Want iedere keer dan zet ik die ding. Machine zet ik allemaal vies weg. Dan pak ze weer een ding van, waarom heb ik dat de vorige keer nog niet schoonmaakt, dus hup, doen we het even eerst even door, ja. Nee, zo kan het wel weer met deur. Die weer op steen. Schroef me nog even dat ding onder dak. En dan moeten we dan maar eens even apart. Dan hebben we wat mest op handen. We hebben die kassen er nou in staan, daar moet een vaste mest in. Helaas wil het geval dat wij nog te weinig vaste mest van onszelf hebben. Dan hoe moeten we dat nou weer doen? Dus ik heb achter de dierenwinkel heb ik even die mod geplaatst waar je mest kunt kopen. Ook een mooi plekje. Dus dat gaan we zo even doen. Even een kiepertje vol mest die kant op rijden. Jij mag hier wel weer staan. Dus dan moeten we even richting de zwienenstal, daar staat die Renault met die vuurlader en het kiepertje. Daar gaan we dan even mee apart. En door ben we ook alweer bij de zwienenstal. Oh ja, en we hebben natuurlijk de update gehad van de week, versie 1.3. Daar zitten hele goede dingen in en ook wat mindere dingen. Het goede is dat het sturen allemaal beter is. Het mindere is dat op mijn standaard modmapje, die nog niet geüpdate is, zijn de kleurtjes wat veranderd. Kijk, dit is mest. Dat hoort niet groen te weten. Dat is ineens groen geworden na de update. En als je in de stal kijkt, daar ligt volgens mij nog wel een beetje los stro. Ook groen geworden.
Ja, een beetje jammer, maar is niet anders. Er moet gewoon even een update voor de map in. Laten we eerst maar eens even met die Renault apart gaan. Dat is ook wel even leuk. Even een keepertje vol mest op aan. Ik keepertje hangt erachter. Dan gaan we richting de dierenwinkel. Maar daar kunnen we ook vaste mest kopen. Nou, zie je, de prijs valt mee. Ik had alleen mijn keepertje die kant opgebracht. Eén zo'n keeper vol is 1000 euro, dus ach, dat is nog te overzien. Die 6 kassen, dat levert ieder uur weer geld op. En dat overschrijdt die 1000 euro volgens mij makkelijk. En daar zijn we alweer aangekomen bij de dierenwinkel. Nou, ik heb hier achter. Vond ik wel een mooi plekje. Ik denk, daar kan mooi die mesbult wel staan. Zet de keeper erin naast. Ja, op zich werkt dit wel hartstikke mooi. Als je dus iets in je map hebt met je mes nodig, of je wil gewoon eens een keer met vaste mest rijden, dan is deze mod hier best leuk. Want hier kun je gewoon vaste mest kopen. En je hebt verschillende versies. Maar dan zet ik gewoon die bekker in, ik druk op R en hij zit vol. En zo kunnen we die keeper vullen. En je kunt ook nog de keeper zelf achteruit in die beeld drukken. En dan vult hij die keeper ook. Dat zal ik zo ook nog wel even demonstreren. Maar ik vind het ook wel leuk om een beetje voorladenwerk te doen. Ik zet hem erin, gebeurt er niks. Druk op R van kopen en hoppa, hij zit vol. Ja, eens een schepje. Je kunt zien, rechtsbovenin 78 euro. Ja, dat is nog wel eens te overzien. Oh, 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 deze keeper is niet echt ideaal met de voorladen. Nou, en als je denkt van dat scheppen, dat duurt me allemaal veel te lang. Dan ga ik dit één keer demonstreren, want eigenlijk wil ik dit niet op deze manier doen. Omdat ik dat veel te leuk vind om dat met een voorladertje te doen. Maar dan druk je dus gewoon die keeper even achteruit in de bult. En zoiets. En dan druk je dan op R. En dan koopt hij zichzelf zo de keeper vol. Op zich ook wel handig als je heel veel moet halen. Nou, de prijzen die vallen enorm mee. Nou, dan rijden we hiermee naar onze kassencomplex. Ik heb alleen wat gebouwd op dat tipje achter de boerderij. Ja, naast de boerderij, dus net hoe je bekijkt, waarvan we nog niet wisten wat ik daarmee doen wou. Nou, dat weet ik nu dus wel. Daar staan de kassen. Ik heb het even buiten de opnames om opgebouwd. En altijd als ik ga bouwen, dan is dan een kwestie van bouwen en afbreken en bouwen en afbreken, totdat ik ongeveer tevreden ben en dat duurt best lang. Om dat nou ook nog te gaan opnemen, daar vervel ik iedereen wel in mee, denk ik. Dus, nou maar zo. Ik van hier staat dan onze boerderij. En dan rieden we dit padje op. Heeft dat padje ook een beetje nut, tenminste? Ja, die heeft sowieso wel nut, want dat leidt tot onze caravan. En we kunnen hier langs als wij naar de sleutelstielen willen. Maar nu leidt het dus ook tot ons kassencomplexje. Hier en zeg maar. Nou, ja, dan stappen we even uit, want ik heb het hek dicht zitten. Hier is dus, ik heb ook maar weer een mooi badje erheen gezet, zodat we zeker weten dat het van ons is. We gooien het hek hem open. En dan gaan we eens even kijken. Ik heb ook even zo'n bijenkorf neergezet. Wel, bijenkorf, het is een complete hut. Kijk, die vliegen allemaal bijtjes. Die vliegen wat in en uit. En die halen wat honing op en dat verkoopt zich allemaal. En dan hebben we ook gewoon ieder uur weer wat inkomsten van. Daar hoeven we verder niks voor te doen. En hier staan de kassen. Nou, ik heb eerst hem 6 neergezet. Gewoon één om te kijken hoe het gaat. Ze zijn allemaal hartstikke leeg. Deze bakjes er gooien dus vaste mest in. Deze tank er gooien wat water in. En zo gaat dat dan. Nou, vaste mest, ik heb mijn muurtje hier neergezet. En hier mooi een dumpplek voor de vaste mest. Kijk, dit is dat kiepertje wat er al ligt. Het lijkt een bult gras, dat komt dus door die update. Dan moet ik nog even zien hoe ik dat kan aanpassen. Volgens mij is er al iets dat je in de XML wat doen kan.
Ja, heb ik nog even geen tijd voor gehad, dus vandaag is het nog even groen. Ik hoop dat de volgende keer weer gewoon de vaste mestkleur is. Nou, dan gooien we nog even de rest van die mest daar ook in bij. En dan kan die Renault weer terug naar een schuurtje bij de Zwin. Die Renault die moet ik nodig nog een keer verkopen, maar dat vergeet ik steeds. Ik wil dat ding eigenlijk wel weg hebben, want hij remt voor geen meter. Dat is waardeloos. Je dumpt me dan gewoon mooi in dat hoekje. Kijk, de keeper is nou nog mooi bruin van de volgende kleur van de mest. Ja, dan gaan we de boel lossen. En zodra het de grond raakt, wordt het groen. Hartstikke jammer. Ja, misschien komt er binnenkort wel een update van deze map. Ik weet wel dat er is een update voor deze map. Dit is versie 2.0 en voor mij ook een versie 3.0. Er zijn er ook nog wat extra velden bij. Maar omdat ik best wel al wat dingen heb aangepast, durf ik die er eigenlijk nog niet overheen te zetten. Ik zag voordat ik deze opname begon wel ergens een modje staan waarin automatisch, of eigenlijk is geen mod, een script die de XML wat zelfstandig gaat aanpassen. Maar dan moet ik eerst eens even uittesten en dan moet ik die save game goed opslaan. Ik durf dat niet aan zo vlak voor die opname. Dus we gaan zien dat het allemaal weer misgaat. Nou, dit kan weer onderdak. Er liggen nog twee van die keepers vol met mest. Dat is denk ik zat genoeg. Hoop ik. Ook maar vanuit. Nou, die keeper die kan hier alweer onder het dek. Ook een handig plekje. En die trekken er dan ook gewoon mooi daar in het hoekje staan. Kunnen we die de volgende keer zo weer pakken. Maar oké. Okay. Hartstikke mooi. Nou, hier bij de Zwien doen we vandaag verder niet veel te doen. Dus nu gaan we weer richting de boerderij, want dan wil ik even die skidloader hem met de bak. En dan gaan we die kassen hem vullen. Kijk, hier staat ons skidloadertje. Dan kunnen we die pellenvork, die laten we mooi hem hier liggen. Hoppakee. En dan heb ik, volgens mij hebben we toen die allereerste aflevering direct zo'n bakje meegekocht, omdat de bedoeling was om daar de handen mee te reinigen. Maar ja, nu met dat borsteltje doet me dat ding hier niet. Maar die ligt nog wel hier in die kippenschuur. Dat is natuurlijk handig. Want dan hebben we die alvast. Kijk, hier kun je ook zien die kleur van de gerst. Dit moet gerst voorstellen, die zwarte vlek. Dat is het afval van de kippies. Die is ook veranderd. Op dit moment even niks aan te doen. Nou ja, maar die skidloader maar eens even richting onze kassen. Hier wat ik ook nog heb doen. Staat met één muur. In de kassen moet ook water in. Dan kunnen we net zo goed direct even die farm al met het watertankje aan het vullen zetten. Hoppakee. Die eraf. En dan het watertankje erin aan. De film dat gaat zo ontiegelijk langzaam, dus dan kunnen we dat net zo goed nu even doen. Dan halen we straks dat tankje gewoon op. Ja, klik aan dat ding. Dan zetten we die alvast even te vullen. Dan hoeven we daar straks niet op te wachten. Ja. Ja, dat redt zich wel. En dan springen wij weer in de skidloader. Hoppakee. Nou, ik jaag hem door de sleutelsilo's heen, daar kan nu nog, zit nou nog niks in. Maar dat zal niet zo lang duren, want veld 19 daar komt dan uiteindelijk de marge op te staan. Ik denk dat we over 1 of 2 afleveringen maar eens gaan beginnen met marge ringen. Ja, dan zijn we bij de kassies. Ja, voor mij is dat een hartstikke handig bakje om die best mooi mee op te scheppen. Bakje vol. Nou, die zit leeg in zijn kastje. Kijk, hartstikke mooi. Oh, er ligt nog wat bodempje in. Hoeveel gaat er in dan? Dat kan ik hier als goed eens zien. Waterniveau is 0%. En mestniveau 21%. Oké, we gaan dus 4 van die scheppies in één zo'n bakkie. En we hebben 6 van die bakjes, dus dat is 24 rijs.
Hey, hartstikke mooi, maar ik denk dat ik daar dan even een leuk muziekje onder zet. En zo vullen wij die bakjes mooi en wat. Gooi er nog één schepje bij in en dan vind ik het eerst wel goed. Ze zitten allemaal niet 100% vol, maar acht. We komen er daar. Ik kan dat wel even een poosje vooruit. Ik heb geen flauw idee hoeveel dagen zo'n kast überhaupt met zo'n bak kan. Of dat net als bij de basic 10 dagen is, of dat dat vaker moet. Geen flauw idee. Daar gaan we vanzelf nog wel een keer achter komen. Bobcatje zit ik hier mooi neer. Ach, Bobcatje, skeert nodig. Het is geen Bobcat. Oh, een soort van natuurlijk. Nou, ik had er nog maar zo'n watertankstation hier neerzet, want er ging ook aardig wat meer water in dan ik in eerste instantie gedacht had. Ik ken hartstikke mooie timing, want de Axion, dat is die schijfmerg, die is ook net klaar. Nou, hartstikke mooi. Die ook van het veld afhalen, dan zullen we nog eventjes een beetje water lossen bij de kassen die nog niks hebben, zodat daar in ieder geval wat begint te groeien. Ieder geval mooi als we draaien er water bij doen. Hop. Dit lijkt wel rode kool. Ja, volgens mij wel. Ja, dan doen we die andere twee ook nog heen. Dan gaan we in ieder geval een beetje beginnen te groeien en te bloeien. Dan krijgen we daar alvast wat inkomsten van. En volgens mij komen die inkomsten niet elk uur, maar gewoon s'nachts om 12 uur, net zoals bij de biogas. Nou, wat planten we door, hè? Bloemkool, denk ik. Ja, een soort van bloemkool. Altijd lekker. Hakbal erbij. Niet verkeerd. En dan kijken we nog even wat we hier naar heen kriegen. Tomaat. Ja, daar ben ik niet zo gek op, behalve in de pasta. Of in de saus voor de pasta. Nou, die redt zich hier verder wel. Dit laat ik mooi opstaan. Even kijken hoe ver we nou ben. Wij moeten Klaas van het veld afhalen. En we moeten even kijken hoe ver die sojabon, of dat al is begonnen met groeien. Als dat in de eerste groeifase zit, dan moet daar nog even een beetje kunstmest op. Want ik wil straks de nacht wel even overslapen voordat wij verder gaan met inzaaien van dingen. Kijk, daar staat dus inderdaad de eerste kool. Eerste groeifase van de sojaboon, maar die is maar 50% mest. Dus hier moet nog even een tipje kunstmest over. Ja, dan pak ik gewoon nog even die Duitse bij. Die hebben we wel staan, ja. Kijk, die Duitse staat hier is klaar. Maar ik wil eerst hem naar de Klaas toe hoppen, want iedere keer de blauwe balkie in beeld van dat hij klaar is, dat verveelt ook. Ja, hartstikke mooi, die slaapmachine route. Ik doe die stop. En jou moet hem naar voren toe. Voor mij had hij daar in de hoek nog een klein stukje vergeten, dus daar moet ik nog een streepje overheen zetten. En het is inmiddels ook al 6:30. Goeiedag. Ik denk wel wat raar schemerig. Maar dat klopt dus ook wel.
Ik heb de kopbakker eruit en net hebben ze er ook gemist. Nou, pak me nog even mee dan. En dan kan dan de kunstmestrooier even aan de slag. Ja, dat kunnen we ook eerst wel doen, hè. Stap ik even door binnen toe. Ik, hier ben we bij de kunstmestrooier. Die zit gewoon even aan de slag met help op helpen. Ja, ik weet het niet of dat goed gaat op helpen door met die grote elektriciteitsmast aan vast. Dan zetten we gewoon een ietsje verder opzij, dat hij daar mooi in de rechte lijn langs gaat. Als ik ook het dan maar niet op de terugweg de verkeerde kant op draait, dan moet dat volgens mij wel goed komen. Dan hopen we gewoon dat het er zo een beetje langs gaat. Toch? Ook een helpen, even klaar met werken. Dat kan allemaal niet, man. Wat probeer je klaar met werken? Schuif. Daar ben ik het lang niet mee eens. Dan zit ik jou wel op cosplay. Dit is veld nummer 12. Ik moet het toch eens een keer onthouden. Nummer 12. Hartstikke goed. 18 meter start waar je nu bent. Richting automatisch. Keer naar start. Buitenrand. Je mag wel een keertje. Om obstakels. Ja. Want er is steeds zo'n domme elektriciteitsmast. En route berekenen. En natuurlijk willen we net andere kant op rieten dan dat ik in eerste instantie in gedachten had. Dat heeft niet, dan zijn we in die positie, dan kan het toch wel van het apart gaan. Hartstikke mooi. Ja, als je de helper niet wil, dan doen we gewoon cosplay. Start bij de eerste markering. En gaan met het ding. Bij de remote. Ja, want die elektriciteitsmast, als ik toch nog met die map aan de gang moet voor om die kleurtjes aan te passen, dan wil ik deze ook even opzij zetten. Dan toch een nieuwe map erop zet, want die staat hier wel mooi, maar die kan ook gewoon hier in dit veldje staan met, nou, gras ligt dit wel. Daar doen we toch niks met. En dan staat hij daar niet langer in het pad. En kijk, je kunt wel zien, ze hebben zelf die touwtjes daar niet eens netjes aan zitten. Dus voor mij moet dat wel lukken, dat ik die even flop zo door neerzet. En als ik dan toch bezig ben, dan ren ik ook even de marge in. Dus even een complete afleiding van wat we aan het doen hadden. Oh, een beetje omhoog. Zo zoomen wij over die marge. Net of niks is. Die is ook klaar trouwens, dan kan de morgen allemaal af. Ja, als ik dan met die map aan de gang wil, dan wil ik deze bosjes draai ook weghalen. Ik had dat al een beetje geprobeerd met zaken en zo. Maar dat wou niet. En ik zal jullie even een blik onder de map gunnen. Kijk, wat hebben die mapbouwers nou gedaan? Die hebben gewoon bomen onder die map gehangen. En dan lijkt dat net of dat struikjes zijn, maar dan ben je dus complete bomen hier aan de onderkant. Ja, dat is bijna niet te doen om dat weg te zagen. Dus, dat zeg maar. Dan wil ik dat ook direct aanpassen. Oh, geen idee of dat lukt gaat. En als ik hem dan weer ga uploaden of weer in de game zet, of dat dan allemaal nog goed is. Zo niet, dan werkt dat dus niet. Die kummerstrooien, dat zien ding wel. Wij gaan weer naar die Klaas toe. En die staat hier. Doen we nog even dat laatste tipje zelf. Dan gaat hij zo scheef. Nee, nee, zo overkomen. En dan wil ik ook nog even naar de andere kant toe snorren. Of hij daar die kophakker ook zo gemist heeft. Ja, toch weer. Die kant de meters. Ho, 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 kalm aan. Ja, naar beneden. Zo, dat ding slingert ook alle kanten op, zeg. Ja, helemaal niet. In de achteruit. Deze loopt hier nog een keer langs. Is dit in ieder geval door, dan racen we naar hem naar de overkant. Ik moet zeker weten dat daar ook alles meegenomen is, dat we daar niet nog van die typisch liggen hebben. En ja, dat kan niet, hè. Ja, een ding omhoog. Ja, we zien die kanten op. Ja, dat doen we niet over het veld. Dan pakken we even naar zandpad. Dat ligt er niet voor niks. En ook dit is best een mooie hoek van de map. Mooie velden. We hebben hier die sukkerbieten nog van de buurman. Als we nou de bietenrooien nog hadden, dan hadden we die ook nog kunnen oogsten. Dan had ik het veld er gewoon bij gekocht. Maar helaas, ik hier even ook een stuk gemist. Nou, plat me dat ding omhoog. Dan rijden we hier ook nog een keer heen en weer. Daar heb je mee een keer heen en weer en dan is dat ook weer gedaan. Net van die hoekjes. Ja, die hele smalle stukjes die laat zitten, dat vind ik ook wel best. Hier komt marge in, die twee marge stengels die dan missen, dat is ook nog niet zo ramp.
Dus dit ding kan ingeklapt. En door jou met naar de boerderij toe. En dan wordt straks zo zachtjes aan wel de tijd om te gaan slapen. Dan beginnen we weer met een nieuwe dag. Dus ik dan hier de marspoten wel mooi aan de slag. Oh, die heb ik hier mooi krab heen zet. Pas ik daar tussendoor? Vast wel. Wie niet wacht, wie niet wint. Hier gaan, hoppakee. Dan broos ik hier met hem richting de boerderij. En door ben wij weer bij ons boerderij hier. Het begint ook een mooi duister te worden inmiddels. Alleen die Duits die zal ook zo zachtjes allemaal klaar zijn, denk ik. Dus dan moet ik die nog even van het veld afhalen. En dan kunnen we dan onze caravan induken. De lampen die vloepen met mij op boerderij. Alles wel verlicht. Wordt niet direct mooier van, vind ik. Maar dat ligt meer aan deze map waarschijnlijk. Deze zet ik even hier aan. Die kan daar wel onder dekken. Hoe zit dat nou tegenwoordig met de lamp? Op en weer. Kunt die uit als de trekker uit is, dat kan. Nou, dat is wel weer mooi. Het lijkt net of hier allemaal strepen in één keer zitten op de betonvloer. Ja, dat komt door de lamperij. Dat is dan even niet anders. We gaan nog even kijken bij die Duits. Hoe ver die is. Dan halen we die nog even van het veld af. Die staat er achter in de hoek. Ja, die moet toch ook wel ongeveer wel klaar zijn nou. Er zal nooit heel veel meer aan schulden. Dan kan die ook weer onder dek. En dan kunnen we onze caravan in. En dan kunnen we, een nieuwe dag gaan beginnen. Laat de route eens zien. Oh, kijk, dit is geen laatste streepje. Hartstikke goed. Dat kun je hier zien. Hè. Op het mapje, daar is het puntje. En die rijdt hier naartoe. En daar is zijn eindpunt. Dus dat komt er mooi uit. Dat hebben we wel goed getimed. En daar is zijn eindpunt. Stop maar. Hartstikke goed. Beter gaan we dat haast niet kunnen tanken. Dan kan deze ook naar de boerderij. Spoelen we die nog even onderdak en dan gaan we eerst eens even de caravan in. En dan zetten we die marspoot aan de heimaar op veld 19. En dan denk ik dat we de combine ook maar alvast aan de slag zetten. Die mais, die korrelmais, die kan er in ieder geval af. Volgende keer een mooie die kunstmestbak ook misschien nog wel weer bijvullen. Die zit nog op 17%. Dat is ook een mooi met de update. Ja, mooi. Het is mooi dat er erin zit nu. En dus daarnaast de kilometer tellen, daar staat nu procent en wat je erin hebt zitten. Textueel in plaats van alleen het plaatje. Op zich hartstikke mooi. Maar eigenlijk vind ik dat dat gewoon vanaf dag 1 erin moet zitten. Ik ben al sinds jaren en dag zijn de mods die dat kunnen. Dat ze dat dan via zo'n update moeten doen, dat vind ik een beetje jammer. Ja, dat is meer mijn bescheiden mening. Wij gaan naar de caravan toe. Hier is ons stulpje. Ga dit dak dan ook eens repareren. Ik wil toch eens een keer deze caravan vervangen door een mooi huisje. Of iets dergelijks. Eerst maar eens even slapen. Ja, het is nu 7:30, dus even een uurtje of 12 gaan slapen. Dan is het 7:30 in de ochtend. Wilt rusten. Kijk, en we hebben wel even 15.300 euro inkomsten van eigendommen. En dat komt dus bij onze kassen weg. Dus dat is best een leuke handel, die kassen. Ja, dan heb ik eerst hem naar die marspoot naartoe. Die wil ik gewoon hierin aan de slag zetten. Dan hoeven we daar verder ook niet bij te blijven, want dan doe ik gewoon weer op cosplay. Kunstmestroute, ja, dat vind ik op zich best. En dan moet ik hem even goed neerzetten. Oh, daar kan ik goed in zitten. En anders heb ik hem straks weer in de hekken zitten. Ja, klappen dat ding eruit. Zo dat hij mij niet in de hekken zit. Hartstikke mooi. En nou kijken of ik nou de route erin krijg zonder dat hij daar weer in het hekje brengt. Wat heeft hij daarvan gemaakt? Hartstikke fijne mooie route. En wat is die startplek dan? Ja, ongeveer waar hij nu staat. Volgens mij wil de krenk toch nog weer de hek inrijden. Gaan we gewoon hem zien. Even kijken wat hij doet. Kijk, hij drukt hem daar gewoon in het hek. Dat vind ik best wel flauw. Stop de bestuurder weer. Even een beetje opzij. En dan volgens mij moet ik dat wel kunnen instellen dat hij een beetje meer baan uit lijn. Die moet wat meer naar rechts. Dus ik ga gewoon hem 0,7 meter die kant op. Stop, maar dat stond niet goed.
Dat is duurder. Dat wil ik. Je moet bij de volgende mag je. Dan wil ik eigenlijk alweer te snel, hè? Dan krijg je dit soort gedoe. Ja, zet ik hem nog eens een keer hier neer. En als het goed is, dan zou hij nou iets meer naar rechts moeten gaan brengen. Toch gaat het niet helemaal goed. Beetje jammer. Uiteindelijk pakt hij wel op. Als hij hier maar langs de hek de voorbij is, dan gaat het wel goed. Maar zitten we nu al een beetje op race. Op race, op rail. Zo gaat dat wel goed. Hè? Ik zet dit weer netjes op nul. Dan hebben we hier de bochten door. Met de boompjes langs. En zo knoort hij dat er wel in. Dus die veldrandroute die moet ik eigenlijk ook gewoon nog een beetje aanpassen. Af te zien. Anders wordt het niet goed. Dat kan ook nog natuurlijk. Maar dat is ook wel later wel uit. Vanaf hier redt hij zich wel. We gaan met deze dame op paard. Maar die zwin die moet een maïs hebben. Maar we hebben niks meer in de silo. En we hebben hier achter de boerderij hebben we maïs liggen. Dus dan zetten we hier de maïsplukker voor. En dan gaan we die eens in met de slag zetten. Kunnen we de silo weer een beetje vullen. Hoppa, pig aan dat ding. En richting het veld. Nou, het veld is gelukkig dichtbij. Dat scheelt weer. Om niet heel ver te rijden. Wij klappen dit ding uit. En die zetten we hier eens even ergens bij een startpositie neer. Misschien is dat wel ooit om dat vanaf dit tipje te doen. Dan laat ik een mooi rondjakken op wederom een cosplay route. En waarom? Omdat dat zo lekker makkelijk is en wij dan een beetje rond kunnen knotten op de trekkers. Die werkbreedte is hartstikke mooi. Startlocatie is waar je nu bent. Start richting automatisch. Keer terug van start. Nee, dat hoeft niet. Buitenrands. Oh, dat mag wel twee keer. Ook wel drie keer. En om obstakels. Even met een mooi cirkeltje. Voor die bosjes de rij daar in het midden. En dan eens kijken of hij daar een mooie route van berekenen wil. En dat is gelukt. En hoe loopt die route? Nou, op zich nog niet zo gek. Hier mogen we wel hem opslaan. Maas, veld, elm. Opslaan. En waarom mogen we die opslaan? Nou, omdat ik hem aan de slag zet. En dan vind ik het voor vandaag mooi geweest. Kijk, want ik zet hem aan de gang. En dan de volgende keer gaan wij verder met het hele spul. Nou, dit hele veld hebben leeg, daar kan mooi de silo's in. Die koolzaad, of de koolzaad, de zojabonen die daar staan, die kunnen de volgende keer eraf. We hebben nog dat tipje gras tegenover de zwinestal, kan er ook af. Dus de fase van het zaaien en bemesten hebben we weer gehad. We kunnen weer lekker aan het oogsten. Dus daar gaan we de volgende keer zeker mee aan de dag. Voor nu wordt jullie weer bedankt voor het kijken. En als je nog niet op het duimpje hebt geklikt, doe dat even joh. En tik dan ook direct op die abonneerknop. Dat zou ik hartstikke leuk vinden. En als je nog geen zin in hebt, moet je dat natuurlijk niet doen. Voor nu bedankt en tot de volgende keer maar weer. Mooi.